Ik ben José, ik ben voorzitter van de kerkraad hier in Vlassen. We hebben dus een volledige afzonderlijke kerkraad binnen Dendermonde. Wij onderhouden eigenlijk de gebouwen. Wij zorgen er als vrijwilligers voor dat als er ergens een gebrek aan is, die zou kunnen schade berokkenen aan iemand, dat dat tijdig gesignaleerd wordt. Als de kerk moet geverfd worden, dat dat tijdig gesignaleerd wordt. Als er herstellingen zijn, als er erfgoed moet onderhouden worden, zoals de terracotta's, waar wij hopen ooit eens geld voor te krijgen, dan wordt er door de kerkraad beslist, kijk, we gaan de procedure in gang stellen. Zo ook hebben wij de procedure, of mijn voorgangers tenminste, en de leden van de kerkraad, 20 jaar, bijna 23 jaar geleden, de aanvraag gedaan om het orgel te herstellen. Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en ik wil mijn geloof behouden. Maar als ik mijn geloof wil blijven beleiden, dan moet ik ook zorgen dat we ergens nog kerken hebben die toegankelijk zijn. En dat is voor mij de grootste drijf, de motivatie om mee te werken aan het in stand houden, zou ik zeggen. Ja. Als alle kerken verdwenen zijn, dan zal ik thuis moeten. Mijn eentje, mijn geloof beleiden zeker. En ik hoop dat tenslotte hebben onze voorouders ervoor gevochten, eigenlijk ook heel veel geld ingestoken en tijd en al. En ik vind dat waardevol omdat wij dat zouden kunnen verder zetten. Waarom ik ook gemotiveerd ben om het te doen, is de goede samenwerking binnen de kerkraad. Het in stand houden van het samenlevingsgevoel, van bij elkaar zijn, van iets te organiseren voor een gemeenschap. Meestal worden wij omschreven als de oude vrouwen- en mannenbijeenkomst, maar bij ons is dat niet het geval. Dus los van, je bent welkom, je moet niet alle weken naar de viering komen. Hoe dat onze pastoor met mijn woorden nu gaat tevreden zijn, dat weet ik niet.